In de kersensector is er met opluchting gereageerd op het besluit van minister Adema om 2 bestrijdingsmiddelen tegen de Suzuki fruitvlieg nog een jaar langer toe te staan. De telers vonden het verbod vreemd, omdat het gebruik in bijvoorbeeld België en Duitsland wel zou mogen. Ondanks het uitstel worden er wel voorwaarden aangesteld. Ook voor het kersbedrijf van de familie Strik-Bassen was het een spannende week. Inderdaad, wel gedeeltelijk opgelucht. Niet helemaal natuurlijk. De minister heeft nu gezegd, dit is een eenmalig. Wat er daarna, dat is nog afwachten. De Suzuki fruitvlieg is een plaag voor de kersentelers. Het beestje legt eieren zo gauw de kers een kleuromslag krijgt. Boort die in de huid van de kers, legt daar eitjes in. De kers krijgt een larve erin en die gaat verder rotten. Dus voor ons is dat... En voor de consument niet acceptabel om voor de verse consumptie. De firma heeft al jaren geïnvesteerd in maatregelen om zo effectief mogelijk het bestrijdingsmiddel toe te passen en te zorgen dat er geen Suzuki-vlieg bij de kersen kan komen. Ja, we hebben enorm geïnvesteerd. We gaan alle boomgaarders met speciale netten innetten en een speciale spuitmachine die voor de driftreductie. Volgens de wetgeving helemaal voldoet. Bijzonder is dat de bestrijdingsmiddelen in andere landen wel zijn toegestaan. Ja, Europese, alle omringende landen naast ons, die mogen het allemaal gebruiken. Het is gewoon regulier toegelaten zelfs. We hebben geen vrijstellingen nodig. Zelfs de buitenland die zit nog niet met de spuitreductie zoals wij uiteindelijk. Dat gaat gebeuren ondanks onze investeringen. En dadelijk zometeen wel de buitenlandse kersen hier in het schap gaan liggen. Ja. Die wel gespoten zijn? Ja, die inderdaad gespoten zijn. Ja. Al jaren wordt gezocht naar een natuurlijke vijand om de Suzuki-vlieg te bestrijden. Onderzoek heeft aangetoond de laatste jaren dat er nog geen... Er wordt wel van alles geprobeerd. Ook met voor steriele mannetjes te krijgen, sluipwespen en dergelijke. Maar het heeft nog niet afdoende werking. Binnen de zacht fruitsector heeft vooral de kersensector er het meeste last van. Maar de kers is speciaal omdat die van kleuromslag naar rijping duurt het gewoon 3 weken voordat de kers geplukt kan worden. Een aardbei of een framboos pluk je na 2-3 dagen al. En daarom heeft een kers daar zoveel last van. Voor dit jaar is er dus nog vrijstelling om te spuiten met betreffende middelen. De toekomst is voor de kersensector onzeker. We hopen op een reguliere toelating, net zoals in het buitenland. Dat we daar onszelf met de fabrikant sterk voor kunnen maken. Anders is de kersenteelt hier in Nederland afgelopen.